Ome Duo is weer langs geweest en heeft ook de chronische studenten voorzien van een nieuwe lading zakgeld. Maar wat doen ze eigenlijk met dit geld? Geen idee. Dus daarom vraag ik me af, wat doe jij als eerste met je studie? Dat zijn boodschappen. Ja, of schoolboeken, want ja, die komen er ook wel bij. Koffie voor in de UB. Ja, koffie, denk ik. Kleding, denk ik. En ook gewoon alle belangrijke algemene levensbehoeften. Het liefste, wat lekkers. Ik in de eerste paar jaar een beetje verwaarloosd. Maar nu heb ik weer besloten om iets meer gewoon gezond te leven. En dat kost ook geld. Dus daar geef ik het voornamelijk eigenlijk aan uit. Oh, wat een heel saai en betaallijk is duur. Ja, nee, heel saai. Meestal vaste lasten, huur en zo. Mijn huur betalen. Voornamelijk heel veel eten. Het is toch altijd mijn huur eigenlijk. Ja. En inderdaad de huur en ja, alles wat over is gaat meestal wel op aan uitgaan, et cetera. De huur is geregeld, de koffie is gehaald, dus de chronische studenten kunnen weer lekker genieten van hun studentenleven. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!